Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik wel de neiging heb om deze heel hard te tunen, maar laat me niet doen. Dan kunnen we beter aan de ene kant een rallyfighter doen. Die is er meer voor gemaakt, op zich. De rallyfighter die tunen is iets slechter dan de Bowler standaard. Maar die is wel weer meer hiervoor gemaakt, dus ja. Maar we zullen even een fotootje maken. We hebben nog een Bowler op staan. Jawel toch, we hebben toch geen foto van de Bowler en de rallyfighter al? Of wel? Blijkbaar. Ik dacht van niet, maar blijkbaar wel, volgens de game. Wat ik een beetje raar vind, is dat hier nog een auto is, Toyota Yaris. Ja. Wauw, een Toyota Yaris S! Wow! Zo mooi. Ja, is exit photo mode dan. Ik denk dat we even een rallyfightertje gaan ophalen. Naast de Bowler. Waarom weet ik niet, maar het lijkt me gewoon een leuk idee om ook nog even een rallyfighter op te halen. En die volledig gaan tunen, dus. Anna! 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 Hey Anna! Kut! Anna! Festival! Garage! Garage! Autoshow! Maakt niet zoveel uit wat het ook is van de twee. Nou, we gaan eerst even die bucketlist doen. Ik weet niet wat de bucketlist is, maar... Difficulty hard, volgens de game. Oh kijk, ik ben een Bowler. Yay! Ignore the road in een Bowler EXR. S. Dat is ook een S. Hé, is mijn eigen! Nice! Omdat je die auto hebt, dan mag je met je eigen auto. Dat is wel chill. Dat is wel cool. Eerlijk, dat is fucking cool. Maar waarom zou ik inderdaad een weg volgen? Als ik hem inderdaad gewoon kan ignoren. Dat is deze race ook al gemaakt. Voor tijd waarschijnlijk. Dus ik moet ook gewoon off-road overal doorheen banjeren nu. En er stond ook ignore the road. Het enige wat belangrijk is de destination in dit geval. Wacht, daar kunnen we beter mikken op zich. Dat we er tussendoor gaan. Ah, we hadden in ieder geval meer snelheid. Ik vind het goed. Wauw, we hebben ook maar een minuut en 20 seconden. Holy crap, dat had ik niet eens gezien. Ik dacht dat we 4 minuten hadden. Ja, dat dacht ik al. Die hooiballers zijn echt kut in die game. Hooiballers zijn echt bitches in die game. Die laten je langzamer rijden en... Oh god, dit is een muur, dit is een muur, dit is een muur. Ja, dat dacht ik al wel. Kutzooi. Maar die laten je ten eerste langzamer rijden en die stoten je weg zomaar van dingen. Waar je heen wil. Dus dat is fucked up. Maar blijkbaar moeten we wat verder naar links. Dus gaan we dat even doen, want anders komen we weer tegen die muur aan. En daar hebben we niet zoveel aan. We hebben nog 17 seconden. Dus echt super veel tijd hebben we ook niet voor nog maar 900 meter. Oh kut. Dat moet ook beter kunnen. Die bocht moet sowieso beter kunnen. Oh, we kunnen gewoon daar langs rijden. Als dat wil tenminste. Hier gaan we direct naar de opening toe. Oh nee, dat gaan we nooit halen. Dat halen we niet. Daar rijden we veel te langzaam voor. Op 3 seconden, 2, 1. Ah ja, restart. Geen probleem op zich. Lijkt mij tenminste. Het is wel een leuke race, dus waarom niet? Maar we moeten gewoon volle jas offroad gaan rijden in principe. Gewoon helemaal niet op de weg letten. Want dat deed ik in het begin wel heel iets. Ik reed een beetje via de weg in het begin. Maar dat was dus gewoon dom. Dat hadden we niet moeten doen. Dus ik ga hier nou gelijk tussendoor, dat is al sneller. Kijk, en naast de destination, dus alles komt goed. Even wat bom. Kut. Oké, misschien komt niet alles goed. Maar wel veel. Ja, dit komt wel goed. Precies er tussendoor. Als een badass, precies er tussendoor. Oh ja. Oh fucking ja. Fucking pro. Oh kut. Echt net die boom raakt. Oh nee, dat wil ik niet doen. Ik wil gewoon naar voren, maar hij maakt het niet. Er is geen ramp. Ik kom er wel tussendoor. Oh wow. Moet ik wel opletten, goddammit. Ik let er niet meer op. Oh ja, dat wordt nog erger. Ik weet, ik ben nou echt rewind aan het abusen. Maar de eerste keer ging het in principe wel goed, maar ik wou 1 keer rewinden en toen ging het mis, want toen rewind ik 2 keer. En toen was de hele aarde ontploft. Dankzij mij. Dat zou niet goed zijn als dat waar was. Dat zou echt niet goed zijn als dat mijn schuld was. In 400 meters turn left. In 400 meters turn right. Nee, maar we gaan er tussendoor ergens. Oh nee, niet hier tussendoor. Kut. Maak zelf de fout weer zo net bij die hooibalen. Dan moet er iets meer naar links. Dat kan niet tijdens een jump. Ik reed in principe goed. Ik reed de goede kant op. Ik moest meer naar links. Ik moest hier langs. Kijk. Daar is de ingang. Oh wauw, en nou nog de hele ingang opknallen. Fucking geweldig. Kijk, en nu hebben we nog 20 seconden over. Als het nu niet lukt, dan weet ik het ook niet meer. Dan doen we iets fout. En bam. Het is gelukt. Zie, ik kan wel iets. Af en toe. Die bucketlist dingen zijn echt leuk om te doen. Dan doe je eens een keer wat anders. Even lekker relaxen, zomaar van het racen af. Wat soms een beetje inspannend is. Nou is dit ook wel inspannend natuurlijk. Maar je kunt ze vaak doen als je wil. Je bent niet urenlang bezig of wat dan ook. Dus dat is wat fijner. Ondanks dat ik wel heel erg rewind abused heb. Maar er zit nog een BMW M3 in. En nog een Lancia Stradale blijkbaar. Plus 196 cash. Oh, ik hou echt van die VIP-bonus. En ik ben Lancia erbij. Oh, serieus? Dat is de top cash prize. Dat was het allerduurste wat in die game erin zat, zeg maar. Nice. Anna. Nearest. Event. Want ik wou in eerste instantie wel een rallyfighter gaan halen. Wil ik eigenlijk nog steeds wel. Maar ja, aan de ene kant denk ik ook van, wow, laat ik maar. Het hoeft niet per se. Die baller is goed genoeg. Die is zeker goed genoeg. En we komen vanzelf wel weer meer in de buurt van de hub. Dus kunnen we net zo goed nou zo'n race doen. Boom. Huh? Veld. Ah, oh, dat is alleen leuk in auto's. Kijk, en dan krijg je dit. Dan zie je echt geen fucking zak. Oh, dat is toch zo erg. Dat is echt mooi. Aha, East Royal. Komt helemaal goed, dit. We staan ook echt mooi op plantjes en ertussenin, zeg maar. Echt prachtig geparkeerd. Echt prachtig. Oké, let's go. Met onze niet opvallende bowler. Totaal niet opvallend. Bij dove mensen. Want dit ding maakt een kabaal van hier de Tokio. We hebben hem wel mooi in camo. Maar ik denk ten eerste dat hij wel opvalt in de bossen. En behalve dat, zeg maar, als we alleen allemaal gaan rijden, dan hoor je sowieso waar die is. Want dat ding maakt echt een kabaal van hier tot Tokio. Maar dit is een normale race op wegen. Het is wel een beetje jammer aan de ene kant van zo'n off-road championship. Maar, doe maar. Zij ze vergeven het. Het is al nog wel leuk om te doen natuurlijk. Niet tegen de boom. Oh my god, dat was nog maar net de boom. Dat was bijna de boom bedoelde ik eigenlijk. Dat was echt bijna de fucking boom. Maar ik ga heel iets remmen. Zodat we beter op de weg uitkomen. Kijk, en dan gaat deze bocht ook goed. Want dat is het enige wat ik een beetje meer moet gaan doen. Dus ietsje meer remmen. Niet heel veel, maar iets. Want over het algemeen halen we het allemaal wel prima. Maar dan knallen we net ergens tegenop of zo. Wat ik had kunnen voorkomen door heel iets te remmen, zeg maar. Nou, we zijn op de helft van de race. Dus dat is goed. Ik vind het fijne races ook. Nou, na zoveel parts al wat we hebben opgenomen, zeg maar, is dat wel een beetje mijn conclusie, zeg maar. Dat... Ja, de races zijn... Het zijn, zeg maar, 4 races dan per championship. Dat vind ik al fijn. Dat is ook meer dan genoeg. Je wilt ook geen 8 races hebben in een championship. Daar word je alleen maar verdrietig van, want dat is gewoon te veel aan de ene kant. Dan wordt het te langdraderig, heel snel. En de races zijn ook allemaal lekker kort in principe. Rond de 3 minuten of zo. En het is geen circuitrace waar één rondje al 3 of 4 minuten duurt. Dit zijn allemaal, de circuitraces duren ongeveer 1 minuut, 1,5 of zo. Zomaar per lap. En zoals de sprinting, zoals dit, is dit in totaal rond de 3 minuten maximaal. Dit is zelfs 2,5 minuut. Dat zijn allemaal chill, fijn, korte races. Dat vind ik juist heel fijn. Ik wil geen lange races hebben die 5, 6 minuten duren. Dat zeker niet. Great driving, mate. And another win too. Well done. Anna. 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 Nearest. Event. Ah, daar. Ja, ik zag hem net. Ik zag net toen ik hem bijdraaide, de auto, zag ik dat die event daar was. Dit wordt de Grande Cross Country. Dat wordt een ramp, denk ik. Ik denk dat dit echt een offroad ramp wordt. Maar we zullen zien. Het is event nummer 3. En eigenlijk moet ik straks nog even kijken bij de autoshow. Bij Offroad Monsters, zeg maar, of hoe ze ook heten. Ik heb geen idee onder welke categorie ze vallen in dit geval. Maar wat daar de snelste auto is, en die wil ik dan gaan tunen. Waarschijnlijk is dat de Bowler. Kan zijn dat ik dan alsnog ook de Rally Fighter pak, want die vind ik ook gewoon mooi. Maar ik wil gewoon van elk type auto's de ultieme versie hebben. Dus van een Hot Hatch, van een... Offroad, huppel de pub, van een pick-up, gewoon van alles, zeg maar. Van een oldschool oldtimer en gewoon van elk type auto, zeg maar, een hele snelle variant hebben. Dat vind ik gewoon leuk om te hebben. Sowieso, ja, dat dacht ik al mis. En zoals, nou, ik had de Golf, dus in principe de R230 heb ik dan als hot hatch al helemaal volledig getuned. Dus Dat is er in principe al eentje. Dan de Supra natuurlijk nog. Naast de Supra dan ook nog een Skyline. En voor de rest van de Japanners hoef ik niet volledig wat te gaan tunen. Subaru en zo ook niet. Dat zeggen we niet zoveel meer. Dat klinkt heel raar. Maar nadat ik in de Subaru heb gezeten, zeg maar, omdat ik, nou ja, van de keuze van R32 voor die tijd heb ik ook wel gekeken naar een STI en dergelijke. En Subaru Impreza WRX STI, zeg maar. Maar van binnen waren die dingen zo fucking kaal. En de bouwkant uit. Het is allemaal zo plasticachtig. En ja, ik weet niet. Ik had echt het gevoel dat ik van die Seat achteruit ging, zeg maar, op zo'n Subaru. Qua bouwkwaliteit en alles al. Want de Seat was ook zeker een hele goede auto. Maar als je dan zo maar kijkt dus naar de R32. Die bouwkwaliteit en alles, hoe alles in elkaar zit. Zoveel beter. Als ik de middenconsole pakte, zeg maar, dat aanraakte van die Subaru. Dat bewoog gewoon heen en weer. Dat is echt gewoon loszittend plastic zo'n beetje. Terwijl, als je dat bij de Golf probeert, of bij de, nou ja, bij de Seat Leon, zeg maar. Dat lukt je echt niet. Dat zit echt gewoon goed vast. Dus, ja, ik weet niet. De motoren zijn wel goed van Subaru. En het zijn ook een hele snelle auto's. Ze hebben een mooi geluid. Maar ik zou er toch niet in willen rijden qua dat. Ik vind mooie auto's om te zien. Maar van een ander, zeg maar. En het is niet mijn type auto. Om het zomaar uit te leggen, zeg maar. En we hadden weer een perk erbij. Dat is ook mooi. Dus we hebben twee perks. Die kunnen we al kopen. Dat is de Versus dan. Van Versus gaan we naar iets anders voor de race dingen. En daarna hebben we de andere upgrades. Dus we gaan even naar Progress. Naar Perks. En dan gaan we naar Versus. En Rivals Events. En dan volgens, nou, dan lokken we dus ook die andere twee. Die met die timer, wat me niet zo boeit eigenlijk. En deze natuurlijk wel. 10% increase in XP. Dus dat is de volgende. En daarna voor Fast Roll Anywhere. Omdat het gewoon fijn is. Dan hoeven we minder ver te rijden. En vaak. Want zoals nu ook. Dan moeten we helemaal naar boven rijden. Valt op zich wel mee natuurlijk. Het is de bedoeling ook van de game om te rijden. Maar het is gewoon fijn als je er gelijk naartoe kunt teleporten. Done. Klaar. Want als je zegt van, oh, ik wil even, weet ik veel. Stel we staan hier met we staan hier met de F40. En we denken van, of de F50 bedoel ik, sorry. We denken van, we willen naar Tenuto Montalino. Dan wil je er helemaal naartoe rijden. Dat kan wel leuk zijn, zo met een hele groep, maar in je eentje. Zeg maar gewoon solo is dat een stuk minder. En helemaal zeg maar voor alle XP dingen. Dan kun je gewoon hierop klikken. En klaar, teleport zeg maar, done. Dus vandaar dat Fast Travel Anywhere echt super chill is. Naar mijn mening dan toch. En we gaan naar de laatste race alweer van dit championship. Gaat lekker, we gaan er snel doorheen, moet ik zeggen. Dat is wel fijn. En natuurlijk komen we weer een klein klote takkenteringmuurtje tegen. Iets wat ik vergeten ben, of nou eigenlijk nog steeds moet doen, is naast die rallyfighter kopen, de ruiten blinderen. Dat heb ik niet gedaan. Dus die ruiten zwart maken, dan ziet het er zoveel mooier uit ook. En de velgen ook wel. Ik zeg van alles en nog wat. En opeens maakt zij ervan dat zij ergens naartoe moet. What the fuck? Ah, die velgen ook wel, zei ik. Dat is waarschijnlijk dat zij denkt festival. Zie? Mooi, dus we hoeven niet eens Anna en shit te zeggen. Ik kan gelijk zeggen nearest. Nearest event. Maar dat doet ze niet wat erbij. Nearest. Het enige wat ze erbij doet is festival. Maar ja, dat maakt het niet uit. Ze werkt wel goed verder op zich. Ze doet haar werk. Ah, we gaan naar de Lake Trail. Of Trail, hoe je het wil noemen. Ik ben benieuwd hoe zo'n chaos dat gaat worden. Moeten we even winnen en dan gaan we weer verder vol plezier. Okay, mate, focus. Doing great. Ja, komt goed. Kalm. Geen paniek. I know. Kom op, baller. Jij bent zo'n lieve auto. We hebben er nog niet in gezeten. Kun je zien hoe kaal het is van binnen. Dat is echt... Hier zelfs de rolkooi is gepaint in camo. Maar ik zal even gaan rewinden. Voor het gevoel dat... Voor wat? Voor het gevoel dat. Wauw. Het gevoel dat. Hoe de fuck kom ik daarop? Voor het geval dat bedoel ik. En we gaan even verder met racen. Maar het is wel cool dat dus de rollbars ook in camo-stijl zijn. Dus het is wel leuk bedacht. Come on. Aan de kant jullie allemaal. Need for Speed, bitches. Ik heb nooit gedacht dat ik dat zou zeggen in een Forza Horizon game. Maar doe maar. Dan gaan we mooi inroepen, Need for Speed, bitches. Dat komt ook puur omdat wij natuurlijk, nou ja, we hebben anders wel damage model, maar ik heb het niet op simulatie staan. Als je met simulatie gaat racen, dan haal je dat niet. Want dan is je hele auto naar de tering in één keer tegen een muurtje op. Dus dan moet je veel anders racen dan wat ik nou doe. Maar ik vind het gewoon veel chiller. Voor mij is deze game voor mijn plezier, niet voor de simulatie shit. Want dan beleef ik er veel minder plezier aan. En dat vind ik gewoon jammer, want ik wil volste plezier in deze game hebben. En zoals nu heb ik dat, 100%. We gaan lekker, 60% bijna. 59 en 60. Hey. Oeh, we gaan langs het kasteeltje. Volgens mij is dat die Monte Candelino, volgens mij toch? Oh nee, ik dacht dat het die was. Dat we daar naartoe waren gereden, maar dat was dus niet zo. Kun je ook zien waar de rest rijdt, wat het is. Quick Coder, Super Double Pebble. We moeten dus straks naar rechts, naar links, naar alles en nog wat. Er even omheen. Oh, drift. Als een badass. Niet echt een drift te noemen, maar doe maar. Volgens de game is het een ultimate drift zelfs. Oh, daar knalden we tegen de muur op. Dan vernachelde het hem weer een beetje. Oh, die andere lui zijn dichterbij. We moeten even iets meer gas geven. Wat beter opletten en dan komt alles goed. We zijn bijna bij de finish, dus prima. En bam! Champion! Top of the pile, another championship win. People are starting to talk about you, you know. This is the sort of form that could take you all the way to the finale. Dat was de bedoeling ook. Ik wil namelijk de finale ook winnen. Nog 7. Yay, level up. Alweer. Wheelspin. Nice work. What do you say we put a cherry on this championship with a showcase event? Oh, sowieso. Sowieso een showcase. Die zijn fucking awesome. Dat is hetzelfde als die trein en met die vliegtuigen langs de kust en shit. Dat zijn de showcases. Die zijn fucking badass. Die zijn echt zo mooi. Die zijn echt nice. You leveled up. Maar we gaan even spinnen voor prize. Natuurlijk. Hé, er zit een andere auto bij in volgens mij. Yay, cash. Money, money, money.